Van de reeks 15-5 ga ik snel al oefeningen laten zien. Dit is de eerste, de boekenlijst. Hier wordt gevraagd, blokkeer de eerste vier rijen van het werkblad. Niet in de printweergave, dat was niet nodig, maar hier in je weergave op het scherm. Als je een langere lijst hebt, is het soms ook handig dat je van boven kan zien over wat het gaat. Want hier zie je dat eigenlijk al niet meer. Dus je kan die dingen gaan vastzetten. Dit is de uitleg van een Excel. Je zou de cursor moeten gaan zetten in A5. Dat kunnen we hier ook wel doen. Dan moeten we kiezen voor venster fixeren. Bij ons heet dat een klein beetje anders. Dat heet ook venster, maar bij mij heet dat freeze of bevries. Dus ik weet niet heel juist hoe dat bij jullie heet, maar het staat op dezelfde plaats. Als ik nu dat bevries, dan zie je een lichtgrijze lijn onder de vierde rij komen. En als ik nu naar beneden scroll, ga je zien dat die bovenste altijd hetzelfde blijven. Dus niet vergissen of niet denken dat je moet kiezen voor split. Ik zal dat even laten zien. Stel dat ik hier op split druk, window split. Dan kan je, dat lijkt er heel veel op, maar hier in die split krijg je een dubbel scherm te zien. Eigenlijk zie je hier tweemaal hetzelfde sheet. Je kan dat ook nog gaan verplaatsen, dan zie je eigenlijk tweemaal hetzelfde. Dus je moet je niet vergissen tussen split en freeze. Ik zet split even uit. Dus ik kies meestal window freeze in onze oefening. Dat is alles voor deze oefening. Hoeft dat niet te bewaren. Ah ja, jullie bewaren het uiteraard wel. De bevolkingsdichtheid, heel gelijkaardige oefening. Blokkeer de rijen zodat de titels zichtbaar blijven. Dus ook hier ga ik onder de rij staan, want de titels die moeten vastblijven, of de rijen die moeten vastblijven. Window, freeze. En hier kunnen we evengoed hetzelfde in scrollen. Nu, dat geeft je niet het goede overzicht bij het afdrukvoorbeeld. Hè. Dat deden we. Ik zal dat eventjes doen. Ik zal het maar zien bij het afdrukvoorbeeld. Ik zal dat eventjes platter leggen, dan is het wat duidelijker. Hier missen we die hoofddingen ook. Dat kon je doen via format, print ranges of het afdrukbereiken bij jullie, opmaak afdrukbereiken. En dan kon je die editeren en dan kon je zeggen, ik wil de eerste rij herhalen, of de eerste zoveel rijen herhalen, je drukt op OK. Als je nu naar het afdrukvoorbeeld kijkt, dan blijven die herhalen. Dus dat is anders dan venster fixeren. Goed, ook die hebben we nu niet meer nodig. Even kijken of er iets anders van uit te leggen is. Ah, je zou ook kunnen zeggen, maar dat komt eigenlijk goed uit voor de volgende oefening. Ik ga het even laten zien hier. De volgende oefening gaat over attracties, 15.5.3. Je hebt een hele grote lijst, heel veel informatie. Het is vervelend als je hier naar beneden scrolt en je klikt hier en je wilt iets veranderen, dan weet je bijvoorbeeld niet meer over welk pretpark dat het hier gaat. En je zou dan naar voren moeten scrollen en kijken dat het over Crazy Taxi in het Europa Park gaat. Dat is vervelend als je zo heel veel moet gaan scrollen. Dus wat kan je hier zeggen? In plaats van niet alleen de bovenste rij vast te houden of te fixeren via Window Freeze, hè, dus de titeltjes, kan je ook die eerste kolom gaan vastzetten. Dus ik doe eventjes Window Freeze terug uit. Ik ga op B2 staan. Dus dat is onder die eerste rij langs de eerste kolom. En als ik nu doe Window Freeze, dan ga je zien als ik nu naar rechts scroll, gaat altijd de naam van mijn attractie blijven staan. Wat het heel gemakkelijk maakt om eigenlijk te navigeren in een grote lijst. Je blijft altijd de titeltjes van boven zien en aan de linkerkant blijft altijd de naam van de attractie staan. Dus dit is wel heel handig om in te werken. Niet vergissen, ik kan het nog een keertje doen met bijvoorbeeld hier, als ik hier in het midden ga staan, window split. Dan gaat hij het scherm splitsen. Die dingen kan ik zelfs gaan aanpassen. Zo, en dan kan je hier in het bovenste stukje scrollen. Of hier in het rechterstukje gaan horizontaal scrollen. Dus dat is een andere methode eigenlijk van te werken. Je gaat dat zien, dan krijg je vier vensters in één scherm. Dus maakt het niet altijd overzichtelijker voor ons. Nu, al dat fixeren, zal ik nog een keertje vastzetten. Window, of al dat vastzetten. Verandert dus niks aan de print preview. Stel dat je de tijd over hebt, dan zou je hier ervoor kunnen zorgen dat eigenlijk de print layout veel mooier wordt van het document. Want nu hebben we 52 pagina's die eigenlijk niet mooi zijn. Als ik zou gaan kijken naar de oplossing, dan ga je zien, ik heb overal de titeltjes herhaald, dat is al iets. En ook overal, kolom A en B, daar hebben we die rood gekleurd. Ik zal dat in mijn voorbeeld ook even doen. Ik zal het helemaal tot onder gaan, hier zo. Control, voilà. Ik heb nu eventjes Ctrl Shift Home gedaan om tot aan de eerste cel terug te gaan. Ik ga hier een lichte rode achtergrond van maken, zodat dat wat duidelijker is. Zo. Die wil ik ook herhalen op iedere pagina. Dus ik kan nu kiezen voor Format, Print Ranges of Afdrukbereik. Ik druk Edit. Wat willen we herhalen om af te drukken? De eerste rij, dus ik druk op A1. Welke kolommen moeten altijd herhaald worden? Stel ik die eerste twee wil, dan kies ik zo.
van A tot en met B. Ik druk op OK. We gaan eens kijken in het printvoorbeeld wat dat geeft. Dus er is nog wel wat werk, maar je gaat zien, overal staan de titeltjes en overal blijven aan de linkerkant de eerste twee kolommen bewaard. Dus dat is wel goed. Ik ga de pagina nog wat aanpassen op de gekende stijl, zoals we dat wel vaker doen. 0,5 bijvoorbeeld. Ik ga dat kopiëren. Hier gaan we dat plakken. 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 Zo. Eventueel verticaal centreren. Komt misschien mooier uit op dit documentje. Oké, dat geeft al iets. Ik ga eens ook even proberen om wat uit te zoomen. Zo, dan krijgen we al het een en het ander op ons schermpje. Er blijven nog 42 pagina's over. Ik vind bijvoorbeeld niet mooi dat het bouwjaar tegen de rechterkant staat. Op zich zou ik dat kunnen aanpassen. Ik ga eens even verder scrollen. Die informatie is nog een klein beetje te groot om op de pagina te passen, dus dat ga ik ook nog aanpassen. Zoals dat ik gezegd, het bouwjaar, kolom C, ga ik centreren. En hier aan de rechterkant staat eigenlijk heel veel uitleg. Dus wat doe ik meestal? Ik duid dat stukje tekst aan, rechtermuisknop, opmaken. En dan zeg ik tekst niet samenvoegen, waardoor je de volledig lange regels krijgt. Dan weet ik dat ik die kolom wat smaller ga moeten maken. En dan doe ik opnieuw format cells, teksten wel, afbreken. Je drukt op OK en dan gaat hij dat wat korter gemaakt hebben. Dus eventjes kijken in het afdrukvoorbeeld. Eens kijken, voilà, nu past het er wel mooi op, hè. Zo, dus die lijst blijft keurig. Eigenlijk had je de naam van de attractie kunnen vastzetten en nog niet zozeer naam van het pretpark. Maar dit geeft een veel duidelijker overzicht. Je kan natuurlijk wel wat, kop- en voettekst toevoegen nog. Even kijken wat dat geeft. Dat is 72, dus ik zou het zo laten staan. Zo, oké. Die oefening is ook klaar. Zo, don't save. Dan zijn alle oefeningen af. Dus deze reeks eigenlijk verteld. 15.4 heb ik niet opgenomen omdat dezelfde grafieken zijn als in 15.3. Succes!